Yo gast, dan welkom terug bij een nieuwe video van wat als puntje niks had verkocht. En de vorige keer in Groningen, of hadden we in ieder geval Groningen gekozen, waarin de reacties aardig wat dingetjes achtergelaten en degene met de meeste likes was Liverpool. Dus dit keer is de nieuwe aflevering wat als Liverpool niks had verkocht. En dan gaan we natuurlijk gewoon het team laten zien, want hij is interessant. Ik heb heel veel veranderd, de hele formatie heb ik omhoop gegooid eigenlijk. Omdat ik zoveel mogelijk van de beste spelers wil opstellen. En dat kostte me eigenlijk een deel van mijn verdediging. Zoals je ziet hebben we maar 3 verdedigers. En 4 middenvelders en 3 aanvallers. Suarez is back. Was te verwachten natuurlijk. Sterling is terug. Voor de rest, Coutinho zit er natuurlijk ook nog bij. Roberto, Firmino, Mane, Henderson en Milner op het middenveld. En dan de verdedigers Sako, Matip en Mascherano. Dat zijn de 3 verdedigers. Karius op doel. Ik heb ook Reina teruggehaald. De reden, Reina is wel hoger eentje. Maar hij is ook al 33 jaar oud. Karius maar 23. En op je 33ste, ik denk dat Reina gewoon gaat zakken. En dat hij dan niet meer de betere zijn. Vandaar dat ik toch dus maar iemand anders op doel heb gezet in plaats van hem. Ik had ook Mignolet kunnen kiezen, die is er ook nog. Maar ja, jullie zien al waarom, hij is 80. Dus hij is het ook niet geworden. Goed. Nou, hier is onze bank. Staan ook wat andere namen bij. Sturridge, Lallana, Chan, Allen is terug. Moses, Skrdel en ja, daar is Reiner. Ik heb geen idee of ik zijn naam goed. Ik heb altijd zo'n moeite met zulke namen als die van hem. Gewoon lastig uitsprekende namen. Maar goed. Dat maakt verder niet uit. Moses heb ik meegenomen. Omdat we toch eigenlijk hier wel wat verdediging inleveren. Met Mane en Sterling. Ik bedoel, 2 goede spelers. Maar we leveren wel wat verdediging in. Vandaar dat ik Moses dan toch maar heb meegenomen. Dan kunnen ze via de bank hem inzetten van Mane. Willen ze daar wat extra verdedigende kracht of zo. Of ja, jullie snappen mijn punt. Dat was gewoon nodig naar mijn mening. Op de reserve hebben we ook nog heel wat nieuwe naampjes. Of terugkerende naampjes. The Legend Crouch is mee met ons. Waarom heb ik Wijnaldum niet eens mee? Dat vraag ik me af. En Chan eigenlijk in plaats van Allen. Huppa. Zo. Wijnaldum niet erin. Milner wel. Omdat, ja, toch vanwege zijn verdedigende kwaliteiten. Vandaar Milner over Wijnaldum. Dat wist ik al wel, maar Wijnaldum had wel meegemoeten. Goed, terug naar de reserves. Suso is ook terug. Allen van Stoke City. Carroll is erbij. Zelfs Torres is erbij. Babel. Weet je, we hebben ze toch gewoon zoveel space teruggehaald. We hebben ze niet eens allemaal nodig. En dat doe ik wel vaker. Dat doe ik eigenlijk altijd. Maar dit is wel een mooi team. En ik ben benieuwd zonder Europees voetbal hoe ver dit team kan komen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want we hebben geen Europa League, geen Champions League, niks. Dus we gaan even kijken wat de verwachtingen zijn van bestuur. 200 miljoen aan shirt verkoop, dat moet wel lukken. Nou, dit over de transfer maakt niet uit. De visie en verwachtingen. Laag in jeugd, of dat, maar dat maakt niet aan. Dat maakt niet uit, bedoel ik. Zo, spraakgebruik vandaag nu alweer. Verdient 200 miljoen aan shirtjes, dat hadden we al gedaan. Verlaagde spelersalarissen met 150.000 per week. Dat is een flink bedrag. En hier gaat het om succes. Thuis in de Premier League is win de competitie. En in de Emirates Cup, de FA Cup, win de beker. Dus het is wel compleet winnen. Op zich met deze selectie zonder Europees voetbal moet dat denk ik ook wel kunnen. Maar we gaan het zien, want dit is nu waar we gaan beginnen. Nu gaan we simuleren naar de helft van het seizoen, naar januari. En ik ben benieuwd wat dit team gaat presteren. Daar ben ik echt benieuwd naar. Want ze hebben een goede selectie. Weet je, we pakken die wedstrijd gelijk bij. We simuleren tot aan de derde. Let's go! Oké, we zijn bij de helft ongeveer van het seizoen aangekomen. Laten we gewoon de laatste resultaten even checken. We hebben een winst op Sunderland. Een kleintje van 1-0. Daar is City. Gelijk, oké. Stoke is winst met 4-1. Winst op 2-0 van West Ham. Verloren 1-0 van... Wauw, en van Liverpool, maar ook van Everton. Gelijk tegen Bournemouth.
I don't know. Zulke resultaten tegen de kleinere teams. Waar staan we in de competitie? Dat zien we natuurlijk niet door die stomme bekerwedstrijd. Waardoor hij het schermpje direct aanpast. Maar we gaan het wel checken. In de Premier League staan bij 7e. Oké, dat is lager dan verwacht. En dat komt misschien door de verdediging, denk ik. Want als je kijkt, we zijn aardig aan het incasseren geweest. En dan ook echt aardig. Namelijk 21 doelpunten tegen. We hebben een doelsaldo van 8, dat is niet geweldig. We hebben 34 punten, staan 11 punten los op United. Dit is... Ik zit iedere keer naar Arsenal te flitsen, omdat hij iedere keer zijn andere kleurtje is. Wij hebben 30 punten en staan 15 punten los op Arsenal. Manchester United, ben je het opletten, Rick? Maar dit is slecht. Dit is echt slecht. Ik had toch wel wat beter verwacht van dit Liverpool team. Hoe is het mogelijk? Zou ik misschien nog een andere opstelling moeten doen? Kijken of we het beter kunnen maken of gaan we het zo houden? Ik ga het gewoon zo houden. I don't know, het is risky business hier. We doen het totaal niet goed. Eens kijken of ze zich nog een comeback kunnen gaan werken. We zien alles dadelijk wel hoe ver we zijn gekomen in de beker en et cetera, et cetera. Voor nu gaan we maar gewoon eventjes... ik vergeet de topscores te checken of we op zijn minst wel scoren. Laat maar zitten. We gaan gewoon naar het eind toe. Naar de laatste helft, naar het eind van het seizoen. En hopelijk kan dit Liverpool team... Ze hebben de spelerskwaliteiten. Ik bedoel, we leveren iets verdediging in. Maar kom op, dit was wel heel slecht eigenlijk voor wat we hebben. Hopelijk gaan ze dat omhoog werken. Dus we gaan simuleren weer. Let's do this. Alright, daar zijn we dan. Het seizoen is over. We hebben de laatste wedstrijd gesimuleerd. De laatste resultaten zijn een winst 2-0 op Middlesbrough. Winst 2-1 op West Ham. Winst 2-1 op Southampton. En 2-0 verloren van Watford. Dat is nogal eens een plot twist daar. Die laatste tegen Watford. Ik weet niet wat. Oh boy, kijk die beoordeling. 57. Dat is geen goed teken. Dat kan ik je wel zeggen. We hebben ons teruggewerkt in een Europees voetbalslotje daar op de 5e plek. Maar dit is echt heel triest. Nee, dat had ik echt veel beter van. Kijk dat verschil ook. We hebben 64 punten. Chelsea op de eerste plek geëindigd. Heeft Manchester United nog ingehaald. Met 82 punten, kerel. We hebben gewoon te veel gelijk gespeeld, zie ik daar. 13 wedstrijden gelijk. Dat is ook echt veel. We hebben wel 17 wedstrijden gewonnen. Maar ook nog even 8 verloren. Dus... En ons doelsaldo is iets verbeterd daar in de tweede helft van de competitie. Van wat ik me herinner van net. We gaan eens even kijken hoe onze spelertjes hebben gespeeld. Wie de topscorers zijn. Coutinho daar zit op de tweede plek te hangen. Met een doelpuntenaantal van 16. Dan hebben we Mane met 14. Gaan we nog meer zien? Nee, niet eens een Suarez. Interessant. Sterling is de man van de assists voor ons geweest. Staat daar op de 6e plek met 8 assists. Gaan kijken of er nog iemand tussen staat. Suso daar met 5. En that's it. 0 tegendoelpunten. Staan wij tussen Reina. 12e plek. 6 keer de 0 gehouden. Dat is niet vaak. Dat is niet vaak. Moeten we eerlijk in zijn. Dat is gewoon niet goed genoeg eigenlijk. Ik wou beter zien. En waarom heeft Reina ook gekiept als we Karius op doel hadden. Maar whatever. We hebben het gewoon niet goed gedaan. Dit is een teleurstellend seizoensresultaat. Suarez is hopeloos uit vorm, staat hier ook gewoon. Vandaag was de 9e wedstrijd zonder goal voor Suarez. Het stond er al. Ik denk, ik ga eens even lezen. Dan is het tijd natuurlijk op het eind voor een selectieverslag. Kijken hoe de basis het op zijn minst heeft gedaan. Zijn ze gegroeid, zijn ze gezakt, blablabla. Karius is plus 2, nu 84 algemeen. Dat is netjes. Mascherano is 32, dus ja, dat die zakt kan je verwachten. Hier een plus 1. Plus 1 ook voor Sako. Henderson is gegroeid. Mane is plus 2, dat is ook netjes. Milner min 1. Plus 2 voor Firmino is even 85 algemeen. Daar laten we direct zijn doelpunten kijken. Die staat op 5, dat is niet zoveel. Kijk, ik heb de rest niet gedaan. Mane staat op 14 doelpunten. Henderson op 1. Hebben we nog verdedigende doelpuntjes? Ja, Mascherano en Matip hebben beide een doelpuntje gescoord. Mane heeft het netjes gedaan. Ook 2 gegroeid.
Dus daar kan je niet om klagen. Dan zien we hier Sterling 5 doelpunten en 1 gegroeid, 9 assists op zich. Ja, het kan beter. Suarez maar 2 doelpunten. En dit is gewoon ondermaats voor een speler. Als hij min 1 in zijn algemeen. Ja, dit was niet best. Dan hebben we hier Coutinho. Zijn moreel is heimwee. Dus hij zit niet in zijn beste vorm. Of in zijn, zijn beste status dat hij kan zijn. Want zijn vorm is eigenlijk gewoon goed, staat er. En dat klopt ook. 16.1 omhoog in zijn algemeen. En heeft ook in totaal 6 assists. In totaal zelfs 17 doelpunten. Doet hij goed. Emre Can, geen doelpunten, geen assists. Gaan nog even snel doorkijken. Wijnaldum is gegroeid. Nu boeit me verder niet zo heel veel. Want dit zijn de wisselspelertjes. Dat weten we allemaal natuurlijk. Waar ik naar ga kijken is wel snel of er iemand nog een verrassing heeft gedaan. Soms heb je van die verrassende wisselspelers die toch aan het scoren slaan. Zo zien we hier een Souza met 6 doelpunten en 5 assists. Voor een bankspelertje. Of reserve zelfs. Is dat zeker niet verkeerd. Hetzelfde geldt voor Ings. 5 doelpunten, 4 assists. En we gaan even snel nog checken. Dan zit hier verder niet veel bijzonders meer uit. Goed. Ondanks de teleurstellende resultaten. Spelers geblesseerd. Ik ga het niet allemaal lezen. Dat laat ik lekker zitten. Kunnen we tevreden zijn met dit team? Op papier zeker. Het zijn hele mooie namen. Hele goede spelers. Misschien had ik een andere formatie moeten doen. Was dat beter uitgepakt? Who knows? Maar dit testje is niet goed gegaan. Want nu kan je zeggen, wat als Liverpool niks had verkocht, zouden ze nog steeds niks bereiken volgens deze simulatie. Dus dat had echt beter gemoeten. Vond je dit wel een leuke video? Laat dan een like achter en deel het. Dat kan mij enorm helpen. Reageer natuurlijk ook in de comments hier beneden welk team jij in de volgende video zou willen zien. En het team met de meeste likes. Daar zal ik weer achteraan gaan en induiken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan, laters.